Er is de afgelopen tijd ontzettend veel gebeurd met je kleintje. De nieren van je baby zijn bijvoorbeeld zo goed als klaar. Ook de longen zijn gerijpt. Dat betekent dat je kindje nu buiten de buik zelfstandig zal kunnen ademhalen. Oogjes van je kleine zijn gewend aan licht en donker en kunnen contrasten herkennen. Krijg je een jongetje, dan zullen zijn testikels rond deze week indalen vanuit zijn buik naar het scrotum. Deze laatste periode van je zwangerschap wordt misschien ingeluid door de start van je zwangerschapsverlof. Dit verlof gaat namelijk in 4 tot 6 weken voor de uitgerekende datum. Als je je lekker voelt, is het mogelijk om nog een paar extra weken door te werken, waardoor je na de bevalling een paar extra weken bevallingsverlof hebt. In deze laatste weken ben je moe en dat is ook logisch. Door de omvang van je buik en de laatste zwangerschapskwaaltjes wordt slapen lastig. Heb je veel last van vermoeidheid terwijl je eigenlijk tot 4 weken voor de uitgerekende datum zou doorwerken? Misschien is het goed om te overwegen om toch wat eerder te stoppen. Je kleintje heeft er niets aan als jij al je energie stopt in het overleven op het werk. Dit geldt overigens ook als je niet werkt. Er zijn thuis genoeg dingen waar je het ontzettend druk mee kunt hebben. Ga gedurende de dag eens vaker zitten of een middagdutje doen als je de kans krijgt. De harde buiken die je al kende uit eerdere weken kunnen als je 34 weken zwanger bent gepaard gaan met een soort menstruatiepijn. Heb je hier last van? Gefeliciteerd! Het zijn je eerste echte weeën. Weeën geven een krampend gevoel in je onderbuik. Inderdaad vergelijkbaar met de krampen die je kan hebben tijdens je menstruatie. Als het goed is, zijn de weeën die je nu voelt slechts oefenweeën. Ze komen en gaan zonder regelmaat en zijn de ene keer wat heftiger dan de andere. Doe wat rustiger aan als je er veel last van hebt. In week 34 van je zwangerschap zal je baby indalen, als dat de laatste twee voorgaande weken nog niet gebeurd is. Dit betekent dat je baby nu lager in de buik ligt, klaar om geboren te worden. Het kan voorkomen dat je baby met zijn billen naar beneden ligt. Dit is vervelend, want de kans dat hij of zij naar het indalen nog draait is minimaal. De verloskundige zal bekijken of het mogelijk is je baby vanaf buitenaf in de juiste positie te draaien. Dit kan door alle duwen en trekken voor jou wel wat pijnlijk zijn. Als je baby nu in stuitligging ligt, is de kans groot dat de bevalling in het ziekenhuis moet plaatsvinden. Het is belangrijk dat je partner in deze periode altijd bereikbaar is. Het grote moment kan zomaar opeens daar zijn en dan moet je partner zo snel mogelijk naar huis komen. Heb je geen partner of is het niet mogelijk dat hij altijd stand-by staat? Zorg er dan voor dat iemand anders in de buurt is die voor je klaarstaat als het nodig is.